Goeiedag kijkers van Dutch Game 17 en vet dat je kijkt naar part 37 of 39, ik weet het niet. Maar jongens, we gaan weer verder met Watch Dogs. Het heeft een maand geduurd. Volgens YouTube heeft het een maand geduurd. Voor mijn gevoel heeft het een hele vakantie geduurd. Dus ongeveer 2 maanden. Ik had 2 maanden vakantie. En nou, de reden waarom, dat heeft Erik al een beetje uitgelegd. Ben benieuwd naar de video, die staat in de beschrijving. Er wordt uitgelegd waarom wij niet even geüpload hadden. Voornamelijk heel veel werk. En dan heb je daarna weinig zin om nog even een video te maken. En ja, weet je, het is vakantie. Dus dan ga je in een soort van, ja, wat zou het zijn, luiheid, modus of zo. En dan heb je eigenlijk gewoon zoveel mogelijk zin om geen zin te maken in video's of zo. Ik weet het eigenlijk ook niet. Maar dan vind je het eigenlijk wel even goed zo. En dan ga je gewoon even chillen, weet je wel. Dus dat heb ik ook gedaan. Het is niet dat ik heel erg druk ben geweest of zo. Wel met werk natuurlijk op het begin. Nu is het wel rustiger. Dus ik heb nu gewoon weer mijn zinnen gezet op YouTube. En we gaan gewoon weer knallen met Watch Dogs. Leek me wel een strak plan. En ik hoop dat jullie dat ook een strak plan vinden uiteraard. We gaan nu naar de volgende missie. We hebben de vorige aflevering Nikki weggebracht. Onze zus natuurlijk, samen met Jackson of Jax, hoe die guy ook heet. En we gaan nu gewoon naar de volgende missie. Ik ben de controls een beetje kwijt. Nee, niet echt zozeer kwijt. Maar ik moet denk ik wel weer eventjes een beetje inkomen. Dat hebben we nog niet echt gedaan. Dus we gaan kijken hoe deze aflevering gaat verlopen. Ik hoop een beetje goed. Oh ja, dat was die knop. Het driehoekje was uit de auto gaan. Nice. Wat was mijn wapencirkel ook weer? Dit is mijn wapencirkel. Heel goed. Hoe doe je hem ook weer weg? L1. Oké, nice. Ik weet het weer. En we gaan gewoon nog proberen deze game uit te spelen, want dat moet natuurlijk ook gebeuren. Ik heb ook in de hele zomervakantie die ik heb gehad, heb ik deze game ook niet gespeeld. Dus vandaar. We zijn al wel bij deel 4. Dit is waar het begon. Mijn hele wereld is crushed because of this place. Because of Lucky Quinn. He ordered the attack on me. On my family. Well, he's gonna tell me why. En dan is hij dood. Kijk, de reden dus is waarom ik deze game ook niet lang heb gespeeld. Dus dit is een perfect voorbeeld, deze missie. It's me. Where are you? We should meet. I've always made my money finding information for people. The harder it was to find, the more money I made. You didn't know what they do. I'm going to fix things. There's nothing to fix. I'm sorry, Aiden. Clara, what's going on? What are you gonna do? Oh, plot twist. Wat gaan we nou weer krijgen? Clara gaat weer rebels doen. Maar ja, weet je, dan kom je weer in zo'n gebied als dit. En dan heb je natuurlijk weer die guys die dan op de wacht staan. En dan moet je weer één target moet je hebben. En dit soort missies heb ik al best wel vaak gehad. En dus lijkt het het lijkt erop alsof al die missies een beetje op elkaar lijken. Dat is een beetje mijn kritiekpuntje. En vooral de verhaallijn dan. Speel de luistervink op Quinn's feestje en vind hem. Speel de luistervink? What the fuck? Merlot. Hier begon het eigenlijk allemaal. Er loopt daar één blije, hele blije, malle jongen. Oh, wat gaan we doen? Verkrijg camera toegang. Oké, we hebben die malle jongen gevonden. Oh, we zijn er gewoon. I am sorry, but I warned you. Politicians are not capable of brief speeches. We moeten Merlot vinden. Merlot, of die Lucky Quinn. Zou die ergens tussen zitten dan? Lijkt me niet, eerlijk gezegd. Funny, you know. After knowing him for so long, hij heeft een Ghost Rider ingehuurd voor biologie. Wow, die gast heeft een ziek inkomen trouwens.
Ja, die mag wel dood. Where was I? Not many know as well as I. Beetje een awkward speech, hoor. How big Lucky's heart is. Maar praat hij nu? Hey. Generous to our city. Hij is Lucky Quinn. And now with his charity. Oh, die man natuurlijk. Nu herken ik hem weer. Nu weet ik wie het is. Die hebben we natuurlijk al verder vaker gezien. Deze let's play. Ook in de verhaallijn. Maar hij loopt nu net weg. To Lucky Quinn. Hey, Rushmore, everyone. Thanks very much, Mayor. Enjoy your evening, everyone. Thank you for helping a great cause. Ja, no problem. En nu? My husband's contributed a large. Volg Quinn en de burgemeester. I'm sure we'll do it again this year. I have to take a week. Okay. Hoppakee. I want out. Hear me? I want out from this. Think I have time for more of your whining? Gang shootings? And that godforsaken auction fiasco? You've made both of us targets. You wanted to be mayor. Do your bloody job. Do your bloody job. Kan hij dat hacken nu? Kan beter die camera even pakken. Je moet hacken, denk ik. Oh shit. Dat is niet zo mooi, ze zijn achter Clara aan. Lucky Queenie Boy verkrijgt toegang tot Necker van het hotel en schakelt de beveiliging uit. Hoe gaan we dat doen? Aha. Oh, dit gezeik weer. Nee, dat is het leukste dan allemaal. Zijn er nog van die rode dingen? Nee, dat niet. Dus dat, dan kan ik chillen. Ga ik die ooit krijgen? Oh, zo. Kijk eens die. Hoppakee. Zo denk ik. Nou, wat een techniek toch weer allemaal, jongens. Bam! Dit was niet al te moeilijk. Oké, die gaan we even hacken. Doei. Wat heeft het? Heeft een. Infiltreert hotel. Gaan we even met hem meelopen. Dit is wel een vette missie op zich. Ik had meer gedacht dat we weer met onszelf moesten infiltreren, cameraatjes doen, dat soort dingen. Hij gaat die kant op, dan gaan we maar gewoon even mee. Volgt een dieet met alleen vlees. Community communicatie verstoren. Ontdekt een fout in het communicatiesysteem. Wat gaat deze man doen dan? Hoe kan ik hier veel dingen hacken, zeg? Ambtenaar met burgerlijk stand. Heeft veel krediet. Is er ergens een cameraatje of zo die ik kan hacken? Ik weet ook niet wat deze blije jongen gaat doen verder. Zich switchen naar een andere camera, dat zou ik wel plezant vinden. Fan van cultuur.
Oké, nice. Volgt een dieet met alleen vlees. Dat weet ik, dat weet ik. Ja, ga eens doorlopen, joh. Tjonge, jongen. Oh. Hey, dat is veel geld. Die kunnen best zijn verborgen camera. Hey. Wat gaat deze man allemaal doen? Ik moet niet in mijn neus peuteren tijdens een video. Dat vinden jullie niet leuk, vind ik ook niet leuk. Maar ik heb een beetje kriebeltjes. Een beetje kleine... Ja, een beetje jeuk. Kom op, ik wil terug naar die camera. Maar dat duurt te lang. Hey. Uiteindelijk doorlopen. Nice. Buiten bereik. Dat is vervelend. Die heeft ook een camera. Oké, die ook, maar die staat maar een beetje stil en doet verder geen neuk. Die camera heb ik nodig. Nice. Oké, wat gaan we hier doen? Communicatie verstoren. Boom! Oké, dat hielp veel, hè? Zo, de knetten. Ik weet ook niet precies wat nu de bedoeling is, eigenlijk. Wat ze nou precies willen. Ik moest het een beetje infiltreren, maar... Daar bleef het ook bij. Ik vind het wel best. En nu moet ik al die gasten uitschakelen. Shit, man. Ik loop gewoon niets verboedend erlangs. Hey, man. Even mijn geld opnemen, is wel handig. Kijk hoeveel money ik in die bankje heb. Nou, plus 8000. Dat is toch wel een lekker bedragje, hoor, op je rekening. Al zeg ik het zelf. Oké, ik kan hier gewoon naar binnen ook. Kijk, zo makkelijk kan het gaan. Dan moet ik hacken. En dat zegt hij nu als ik naar binnen ben. Sowieso, ik loop door die deur en die gast die... kijkt me vol in de ogen. Die moet op een andere manier. Dat weet ik wel. Kunnen we niet via boven of zo? Nee, het zit er niet in. Dat zit er helaas niet in. Kan deze deur hier open? Ik durf het niet. Oh fuck. Kom op, die camera kon ik pakken net. Nice. Verkeerde camera. Oh fuck, komt iemand aan? Nee, niet. Ik durf niet door die deur heen te lopen. Ik kan niet eens open. Lol. Deze man is goed als dood. Oh, daar staat de rest. Oké, die moet ik hebben.
Zat net aan de verkeerde kant van de muur. Juist. Hoe moet ik hacken dan? Dus ik moet hier eerst iedereen uitschakelen voordat ik iets kan hacken. Dat denk ik wel. Nou, doen we dat. Ja, het gaat wel lastig worden. Oké, we gaan denk ik deze man. Nou, we gaan nog even dit audiologje pakken. Kan ik hier niet laten ontploffen? Nope. Deze camera al eens een keer gepakt. Denk het wel. Laat ontploffen. Wat was dat? Oh my god, er komt een blikje uit een automaat. Fuck, het had minder zin. Oh, deze man die komt niet dichterbij. Oh. Hebben ze niks door? Oh. Hey, douche. Ze hebben niks door, die gasten. Ik wil zo ongezien mogelijk blijven. Dat snappen jullie wel, jongens. Er is een dooie. What the fuck? Misschien heb ik nog een leuke bom of zo die ik kan gebruiken. Kijk hoor. I got nothing here. Moving on. Don't see shit. I'll look over there. Watch yourself. Watch it. Nee, nee, nee. Be careful. What the fuck? God. Right. Shit hurts. Wil er nog een dan? That ain't no fucked up junkie, man. Find him. Heads up! Huh. We got wounded here. Sniper! Ik heb nog geen idee waar ik ben, hè? What Christ? Christ! Oh. Wat is die niet dood? How many times I gotta tell these dicks? You don't. Nu wel. Oké, nog eentje die. Die ga ik een beetje badass afmaken. Hey. Jammer dat ik die misschoot. Maar oké, op zich. Ging het wel lekker. Oh! Fuck me. Verkeerd knopje. Kon ik dit niet gewoon met. Nee, hier zitten geen camera's. Nu heb ik het goed gedaan. We zijn wel bezig. Ja, best wel lang alweer. Moet de lift nu open gaan? Of? Lijkt me wel, hè? Ja. Oh. Oh, dat doet pijn. Oh, die vieze bloedvlek ook. Dat is wel nice. Zeker waar. Good.
don't take warnings very well. You're a smart man. You should know when you're beaten. That hit you ordered. My niece died in that car. 6-year-old girl. Oh. Is this what all the fuss is about? You must forgive me. You know, so many people come to me with the little problems. It's hard to keep track sometimes. Oh, nice. Homo. Vecht je hem weg uit het dak. Oh fuck, er komen heel veel gasten aan. Oké, deze man is dood. Waar is hij dood? Snippa? Oh, dat deed pijn, ja? Dat is cool. Oké, nice. Oh, nog eens politie. Hey, wordt echt een feest hier. Oh shit. Een helikopter. Gaan we die vermoorden dan? Nu wordt het leuk. Vet dat ik die skill heb geunlocked, dat ik helikopters kan jammen. Fuck, die waren allemaal. Oh! Die zit wel veilig voor die helikopter. Nee, die man moet even knocken. Ja, ja, ja. Op zijn hoofdje. Die is ook dood. Niet alleen die helikopter nog. Waar ben je? Snel naar het volgende afdakkie. Wat hij voor een shotgun, joh. Weet je wat zuur is? Hij zit meteen recht boven mij. Hé, hey, wat? Rood dwangbestendig. Ik ben als een guy die dat dan even gaat lezen, weet je wel. Gaat die helikopter ooit kapot? Of? Zit dat er niet in? Fuck, ik wil hem raken. Oké. Niet anders. Hé, waar gaat hij heen? Hij gaat weg. Pussy! Lafaard, coward. Dit kapot maken, dat is cool. Oh, daar wou ik helemaal. Laat ik maar deze Mitri gun selecteren, want er wordt nog aardig wat geschoten hier, denk ik. Oh! We zijn weg. Ja, die Lucky Queen, dat is maar een oude dude. Dus die mag ook wel eens een keer dood. Ik ga gewoon alles hacken. Ze hoort
Die Clara hoort erbij of zo? Moet ik haar nu ooit vinden, man? Haar, hem. Nou, zo lucky is die Quinn niet meer. Haha. Al zijn mannen zijn dood. Zoek Quinn. Ik weet niet, boy. Kom dan. Ja, die heb ik allemaal gehackt. Dus ik weet niet zo goed wat je nu wilt, maar... Kan ik hier doorheen? Zit hij niet gewoon verstopt onder de tafel of zo? Oh, kijk eens aan. Laatste call. Heeft hij wel door? Well, here we are. You're a young man, Mr. Pierce. Just walk away. Live your life. I assure you, this room is impenetrable. So many people trying to catch you, including myself. You've been more elusive than we anticipated. Mm-hmm. Oh, dit is wel heel hard. Want hij heeft een pacemaker. Everything all right? We hebben zijn pacemaker gehackt. Bulletproof glass is going to stop me. What are you doing? Watching an old man die. Bigger man than you've tried to destroy me. I've ripped them apart. One by one. Sure, man. Doesn't interest me. You don't even know why we attacked you. It was a mistake. We thought you wanted this. Don't lie to me, Rose. You were just sloppy. If you'd walked away, I would have forgotten you. What a lovely woman, Rose Washington. Wasn't for her death, where would I be? Most women die without purpose. But she had enough sense to die in front of the camera. See, and our mayor, never tidy with his secrets. And stupid enough to fall in love. Death. Because you didn't want to lose a puppet. Do you think you've won? See, when I die, they'll build a statue. And you? The city didn't stop for your grieving family. Because you don't matter. Haven't you heard? I'm the vigilante. I clean up mess like you.
En zo is dat. Ik ben de wreker. Jongens. We gaan de volgende keer weer verder. Met een nieuwe aflevering van Watch Dogs. Blijf kijken, blijf volgen. Bedankt voor het kijken. Geef me een blauw duimpje. En abonneren kan niet beneden. Facebook, Twitter staat in de beschrijving. Vergeet dat niet te checken. En dan zie ik jullie volgende keer bij een nieuwe part van Watch Dogs. Later jongens.